Fietsers en vissers. Het zijn beelden die ons doen denken aan rust en weidse natuur. Die natuur vinden we terug Bachten de Kuppe, de streek tussen de IJzer en de Noordzee. Te midden van dit overweldigende stukje West-Vlaanderen ligt het idyllische stadje Veurne. Onder het bewind van de aartshertogen Albrecht en Isabella verrezen prachtige private en openbare gebouwen. Een van die fraaie gebouwen is het landhuis. In de twee rondboognissen vervangen de allegorische beelden de vrede en de gerechtigheid, de beelden van de aartshertogen Albrecht en Isabella, die door de Franse revolutionairen vernield werden. De halle op het gelijkvloers wordt momenteel gebruikt als toeristisch bureau. Voor de lekkerbekken heeft men hier de typische Veurnse babluten en kletskoppen. Het stadhuis werd gebouwd tussen 1596 en 1612 in renaissance-stijl. Het was oorspronkelijk de conciergewoning van het landhuis. De pui werd gebouwd naar een ontwerp van de Brugse steenkappers Hieronymus Stalpaert en Ferry Aerts. Enkele zalen zijn bekleed met Mechels en Corduaans leder. Ook vernoemenswaardig zijn de portretten van Albrecht en Isabella. In de kapel van het stadhuis hangt op een ereplaats het schilderij Dame de Furne van Paul Delvaux. Naar aanleiding van zijn ereburgerschap kreeg Delvaux een standbeeld in het stadspark. Dit stadspark en de oude binnenstad zijn ieder jaar op 15 augustus het decor voor Veurne anno 1900. Hierbij wordt elk jaar de tijd teruggedraaid naar het begin van de vorige eeuw. Het leven op het platteland en in de provinciestad anno 1900 zijn de rode draad van het feest. Tientallen groepen en figuranten zetten de belangrijkste bezigheden uit die periode in scène. De huizen met trapgevel op de markt zijn gebouwd in typische streekrenaissance. De versieringsmotieven, de Tudor- en korfbogen, als ook de schelpen, zijn in baksteen gebeiteld. De terrassen zijn in de zomer of tijdens de wekelijkse woensdagmarkt een unieke ontmoetingsplaats om bij een streekbiertje te genieten van de gezellige drukte en de bekoorlijke ligging. De Sint-Niklaaskerk is voor het eerst vermeld in 1120. Ze werd tot aan de Franse bezetting bediend door de monniken van de Sint-Niklaasabdij. Het is een hallenkerk uit 1494 met een wit gepleisterd interieur. Onder de predikstoel staat een wit marmeren beeld van Sint-Niklaas van Tolentijn. Het waren diezelfde monniken van de Sint-Niklaasabdij die in 1644 voor het eerst de alom gekende boetprocessie organiseerden, dit om pest en oorlog te weren. Sindsdien trekken ieder jaar boetelingen, mannen en vrouwen, beladen met zware kruisen en boetepijen en veelal blootsvoets door de straten van de stad.
samen met een stroom van Bijbelse taferelen maken zij van de boetprocessie de enige 17e-eeuwse religieuze manifestatie in het land. En hiermee zet een drukke dag in het unieke Veurne er weer op. De stad komt tot rust. En wanneer kunnen wij u verwelkomen?